Grote kans dat jij er afgelopen week wel iets van hebt meegekregen, want het was namelijk eigenlijk overal in het nieuws, of nou op tv was, op internet of in de krant. Maar er zijn plannen om vanaf 2022 de belasting, de vermogensbelasting, te gaan veranderen. En deze plannen hebben invloed op onze toekomst als aan de ene kant spaarder zijnde, maar ook zeker als belegger zijnde. En dat is juist de reden geweest om deze video te gaan maken, want in deze video wil ik gaan kijken ten eerste hoe is de situatie nu in 2019, hoe is de situatie in 2022 wanneer de plannen worden uitgevoerd zoals ze nu worden voorgesteld. Welke effecten heeft het? Welke gevolgen heeft het voor ons als spaarder of belegger zijnde? Al die informatie probeer ik alvast in deze video te beantwoorden. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, klik dan hieronder op het knopje abonneren, dan mis je nooit meer een video. Ik steek veel tijd en energie in deze video's, dus als je het leuk vindt, een leuke video vindt, geef zeker even een duimpje omhoog. Maar zoals gezegd gaan we in deze video kijken dus naar de plannen voor 2022. En het is dan belangrijk om eerst te gaan kijken van hoe staat het er nu voor? Hoe is de situatie nu in 2019? En we hebben het in deze video telkens over de vermogensbelasting. Dat is eigenlijk de belasting uit box 3, want je hebt drie boxen, box 1, 2, 3. Box 1 is werk en inkomen. 2 is vaak aannemelijk belang. Dus als je aandelen in een eigen bedrijf hebt bijvoorbeeld, of een heel groot gedeelte aandelen in een bedrijf hebt. En de derde is voor de meeste mensen vermogensbelasting. Dat is dus spaargeld en beleggingen zoals wij kennen hier op dit kanaal. En in de huidige situatie gaat de Belastingdienst voor box 3 uit van een fictief rendement. Dus het is niet het werkelijke rendement dat jij of ik hebben behaald dat wordt berekend, maar een rendement dat hun fictief berekenen. Dit is namelijk op deze situatie, door de problemen bij de Belastingdienst, zeker op dit moment onmogelijk om voor iedere Nederlander apart te berekenen wat nou het werkelijke rendement was. En voor dit fictief rendement nemen ze een bepaalde verdeling aan tussen spaargeld en beleggingen. En naarmate je vermogen stijgt, nemen ze aan dat je een groter gedeelte in beleggingen hebt zitten dan in spaargeld. En juist mensen die zeg maar tot de 70.000 euro bijvoorbeeld is de eerste schijf, op dat moment gaan ze vanuit dat juist een groot gedeelte in spaargeld zit en dus niet in beleggingen. En we moeten er in de huidige situatie rekening mee houden dat er een belastingvrije voet is. Dat wil zeggen dat de eerste 30.360 euro die je hebt aan vermogen überhaupt niet belast wordt. Die wordt er eigenlijk altijd uitgesloten van belasting. En dat is in de volgende situatie iets anders. Maar laten we eerst eens even kijken naar de huidige situatie. En zoals gezegd naar de verschillende schijven binnen box 3. En dan zie je hier een overzichtje van die verschillende schijven. En ook de verdeling tussen spaargeld of beleggingen. En je ziet dat spaargeld tegen 0,13% rendement wordt belast op dit moment. En beleggingen wordt uitgegaan van 5,6% rendement. Nou, kijken we naar de eerste schijf. Die gaat dus tot 71.650 euro. Op dat moment gaan ze vanuit dat je 67% in spaargeld hebt zitten en 33% in beleggingen. En als we dan gaan kijken, dan zul je zien dat je gemiddeld dus 1,935% rendement hebt in die schijf. Bij schijf 2 is dat anders. Je hebt dus meer vermogen tot aan bijna 1 miljoen. Bijna 80% gaan ze vanuit dat er in beleggingen zit. En dus heb je op dat moment gemiddeld 4,451% rendement. En vervolgens de derde schijf is eigenlijk zeg maar vanaf 10 miljoen euro bijna. Dat ze dan op dat moment heb je dat bedrag niet meer in spaargeld zitten. Maar alles boven 1 miljoen is volgens de Belastingdienst een belegging. En dan gaan ze uit van het volle bedrag. Dus 100% tegen 5,6% rendement. En die gemiddeldes in de laatste kolom zijn niet de percentages die jij belasting tegen betaalt. Dus niet 1,9% of 5,6%. Maar tegen die percentages, daarover gaat het belastingpercentage nog een keer. En dat is op dit moment 30%. En dat wil dus zeggen dat je bijvoorbeeld 30% keer 1,9% belasting betaalt in schijf 1. Nou, hoe ziet dit er dan uit in de huidige situatie? En daarvoor heb ik enkele bedragen genoteerd met de vermogensbelastingen die je op dit moment betaalt. Omdat we dan ook weer kunnen vergelijken zeg maar dadelijk met de nieuwe situatie. Nou, als eerste gaan we kijken naar 50.000 euro op dit moment, dus in 2019. En dan betaal je 114 euro. Nou, dat komt omdat je 50.000 euro hebt min die belastingvrije voet van 30.360 euro. Dus eigenlijk heb je nog maar 19.640 euro die belast wordt. Nou, dat valt dus in schijf 1 tegen 1,935% keer 30% belasting. Nou, en dan kom je dus uit op, zoals gezegd, 114 euro. Kijken we nou naar bedragen zoals 100.000 euro, is dat 404 euro. 250.000 euro is bijna 2400 euro. 500.000 euro vermogen is 5730 euro.
en een miljoen euro vermogen op dit moment, dan betaal je 12.407 euro vermogensbelasting over. Nu we weten hoe het er dus op dit moment uitziet, gaan we kijken naar de nieuwe situatie en die staat dus gepland voor 2022. In de vorige situatie werd juist uitgegaan van in die eerste schijf 1,9% rendement, terwijl een groot gedeelte op je spaarrekening stond. Nou, we weten allemaal dat dat niet meer actueel is, dat de rente op een spaarrekening heel erg laag is en dus dat een van de redenen waarschijnlijk waarom ze dit aan willen passen. Omdat ten eerste dus de spaarrekening, de rente daarop veel lager is dan we de laatste 10, 15 jaar gewend zijn geweest. En aan de andere kant, de rendementen die worden behaald en berekend in de vorige situatie op beleggingen, die zullen in het echt eigenlijk wel iets hoger liggen. Dus ook daar kunnen ze nog voordeel bij behalen met de nieuwe regeling. Wat ook nieuw is in de nieuwe regeling is dat er juist een bedrag van belasting wordt kwijtgescholden. Dus je rekent het bedrag uit dat je aan belasting moet betalen en de juist de eerste 400 euro die wordt dan kwijtgescholden. Dus stel je hebt een berekening en je moet aan het einde van het jaar 500 euro vermogensbelasting betalen, dan mag je dus 400 euro van aftrekken en hou je 100 euro over. Maar bereken je bijvoorbeeld dat je 3600 euro vermogensbelasting moet betalen, ook daar mag je 400 euro van aftrekken en blijft dus 3200 euro over. Dus in alle situaties mag je 400 euro van de belasting eigenlijk aftrekken. En juist hier komt dat bedrag wat je vaak in het nieuws zag van 440.000 euro spaargeld wat onbelast is. Nou, dat komt natuurlijk omdat je ten eerste 400 euro, dus de eerste 400 euro niet hoeft te betalen. Ze gaan uit van een rentepercentage van 0,09%. En als je die twee met elkaar doet, dan betekent dat dat eigenlijk vanaf 440.000 euro je pas boven die 400 euro belasting uitkomt. En dus uiteindelijk daarover pas geld gaat betalen. Dus daarom zeggen ze nu heel populair gezien van al het spaargeld tot 440.000 euro is eigenlijk belastingvrij. En dit is ook waarschijnlijk de manier waarop ze dit plan proberen te verkopen, omdat het natuurlijk heel erg positief klinkt voor mensen die denken van oh, de eerste 4,5 ton hoef ik niks over te betalen. Het is natuurlijk wel gekoppeld aan die rente en wanneer juist die rente in de toekomst misschien nog wel omhoog gaat, dan zul je ook vrij snel zien dat juist doordat die rente omhoog gaat, het bedrag waarover belastingvrij eigenlijk is, dat bedrag vrij snel omlaag zal gaan. En dus is het belangrijk om in de gaten te houden dat juist dit bedrag van belastingvrij gekoppeld is aan die spaarrente. Dus houd daar zeker rekening mee dat wanneer de spaarrente in de toekomst gaat stijgen, het bedrag wat belastingvrij is vrij snel gaat dalen. Even verder ingaan op die percentages die ze in de nieuwe situatie vanuit gaan. Zoals gezegd dus, spaargeld gaan ze vanuit tegen 0,09% op dit moment. Gaan we kijken naar beleggingen, dan gaan ze uit van 5,33%. En eventuele schulden die je hebt in box 3, dan gaan ze uit van een negatief rendement van 3,03%. Je ziet dus dat ze verschillen gaan maken tussen spaargeld en beleggingen en niet meer zoals in de huidige situatie een fictieve verdeling maken. Dus voor de volgende berekening gaan we telkens uit dat je 10.000 euro spaargeld hebt en de rest in beleggingen stopt. Dit is een beetje overeenkomend met wat ik vaak zeg, zorg dat je in ieder geval een maand of 6 aan onkosten hebt. Gaan we een beetje uit van mijn situatie rond de 1500 euro, keer 6 maanden is 9000 euro, ronden we het een beetje af naar 10.000 euro. Dus zoals gezegd, in de komende situaties gaan we uit van 10.000 euro spaargeld en de rest in beleggingen. Gaan we dan weer als voorbeeld nemen die 50.000 euro die ik straks ook als eerste behandelde, dan is dat in een nieuwe situatie zo dat je dus 10.000 euro spaargeld belast tegen 0,09% rendement is 9 euro. En de overige 40.000 euro zitten ze in beleggingen tegen 5,33% rendement. En dat is 2132 euro. Samen is dat 2141 euro. En dan mag je dus die 400 euro die je altijd er vanaf mag trekken ook hier vanaf trekken. En dus blijft er 1741 euro over die je tegen 33% gaat belasten. En dat komt erop neer dat je dan 574 euro betaalt. En dat is dus juist een stuk meer dan die 114 euro over ditzelfde bedrag die je op dit moment betaalt. Want even snel gerekend is dat gewoon 460 euro meer over een bedrag van 50.000 euro. Nou, hoe zit het dan met die andere bedragen van 100.000 euro tot een miljoen? Nou, laten we daar even naar gaan kijken en beginnen dus met een 100.000 euro. Bij 100.000 euro ga je dadelijk 1453 euro betalen, terwijl dat voorheen 404 euro was. Bij 250.000 euro ga je 4.092 euro betalen, terwijl dat in de vorige situatie bijna 2.400 was. Bij 500.000 zeg maar 8.500 euro, terwijl dat eerst 5.730 was. En bij 1.000.000 euro in de nieuwe situatie betaal je 17.284 euro, terwijl op dit moment
12.407 euro is. En even snel gekeken is dat het dus voordeliger wordt naarmate je meer vermogen hebt. Maar dat komt omdat dan de beleggingen in deze huidige situatie eigenlijk ook al zwaarder belast worden. Maar juist als je lage belastingen hebt, dan zul je zien dat je hard getroffen wordt. Want wanneer je 50.000 euro nu hebt of in de toekomst, dan betaal je nu 114 en dan in één keer 574 euro over eigenlijk hetzelfde bedrag. Dus er zijn wel degelijk grote veranderingen en dus ook verschillen tussen de beide situaties. Het eerste verschil is dat ze in een nieuwe situatie ook daadwerkelijk verschil maken tussen de beleggingen en spaargeld dat je hebt. En niet zoals in de huidige situatie dat ze ervan uitgaan dat er 76 of 67% in spaargeld zit en de rest in beleggingen, maar ook gewoon daadwerkelijk dus de verdeling die je eigenlijk hebt. Vervolgens zagen we dat in de huidige situatie tegen 30% belast wordt, terwijl in de nieuwe situatie tegen 33% belast wordt. Dus eigenlijk wordt de vermogensbelasting op zich al 3% meer. In de huidige situatie mag je altijd die 30.000 euro zeg maar belastingvrij gedeelte ervan aftrekken. In de nieuwe situatie is er ook nog steeds zo'n belastingvrij gedeelte, maar wanneer je er boven komt, vervalt, mag je de bedrag zeg maar niet meer eraf trekken, maar moet je over het hele bedrag belasting betalen. Dus ook als je maar 1 euro boven deze vrijstelling zit, moet je over het totale bedrag en dus niet alleen over die 1 euro belasting gaan betalen. En we zagen dus dat in een nieuwe situatie eigenlijk altijd 400 euro belasting die je moet betalen er vanaf mag trekken. Dus moet je 400 euro betalen, mag je er 400 euro vanaf halen, blijft er niks over. Moet je 1000 euro betalen, blijft er 600 euro over. Maar in ieder geval in alle situaties mag je 400 euro er vanaf halen. En volgens mij kun je in ieder geval niet zorgen dat je negatief komt. Dus moet je 100 euro betalen, dan krijg je niet 300 euro toe. En nu we dus de huidige situatie hebben vergeleken met de nieuwe situatie en dus ook de veranderingen en de verschillen hebben kunnen zien, blijft de vraag over wat zijn nou de gevolgen van dit nieuwe voorstel. Allereerst kunnen we eigenlijk wel zeggen dat het eerlijker is, want de rendementen die nu dadelijk berekend worden zijn eigenlijk eerlijker met wat je daadwerkelijk haalt. Alleen het is heel erg vervelend als belegger, aangezien je meer gaat betalen. Maar dat heeft er denk ik meer mee te maken dat we op dit moment nog een beetje gematst worden door het fictieve rendement, wat voor ons als beleggers zijnde gunstig uitkomt. Wat wel een belangrijk gevolg is, denk ik, dat obligaties juist minder interessant gaan worden. Want obligaties vallen gewoon onder de beleggingen die tegen 5,33% belast worden. Maar we weten allemaal dat een obligatie, omdat het een lager risico heeft, een lager rendement heeft, en dit rendement zeker niet uitkomt bij die 5,33% waar de overheid van uitgaat. Dus om obligaties aan te houden is waarschijnlijk een stuk minder interessant in die nieuwe situaties. Wat dan eerder interessant is om het geld gewoon op de bank te zetten tegen een heel laag rentepercentage. Maar ook dat wordt weer veel lager belast. Je zult denk ik zien dat of mensen gaan het eerder op de bank zetten of in aandelen stoppen. Maar obligaties worden in de nieuwe situatie, zover ik nu kan zien, een stukken minder interessant. En zoals gezegd heeft dat als effect dat juist spaargeld aanhouden veel interessanter is. Dus misschien doen ze het ook al expres voor de banken te helpen. Helaas zullen we zien dat we misschien tegen die tijd wel negatieve rente hebben. Dat we dus geld moeten betalen om geld op de bank neer te zetten. Dus dan is het helemaal erg. Maar zoals gezegd, het is aan de ene kant aandelen. Aan de andere kant spaargeld. Maar ertussenin zit niks. Dus voor veel mensen zal het zijn dat ze juist veel meer spaargeld aan gaan houden. Een ander gevolg is dat wanneer je nu juist voor je eigen pensioen bezig bent. Omdat je pensioenfondsen niet zo vertrouwt. Want we zien allemaal hoe het daarmee gaat. Dat daar elk jaar gekort op wordt. Dus je denkt van ja, juist ik ga beleggen voor mijn eigen pensioen. Ik wil meer beleggingen aanhouden. Dan word je eigenlijk op deze manier bestraft omdat je hoger belast gaat worden. Dus je moet dan een keuze gaan maken. Dus wil je je geld via een pensioenfonds en is het helemaal niet zeker hoe het daarmee gaat in de toekomst en hoeveel je uiteindelijk nog zult krijgen. Of ga je dus zelf beleggen, maar ga je daar meer belasting over betalen dan dat je op dit moment doet. Nou, je zult zien dat als je in die situatie zit en je bent dus al bezig met je eigen pensioen, beleggingen voor te zorgen dat je dus meer belasting gaat betalen en dus uiteindelijk minder pensioen opbouwt. Maar een veel belangrijker gevolg is dat we eigenlijk misschien wel de rente waarmee we rekenen, of het rendement waarmee we rekenen, vaak in video's van 7% naar beneden moeten bijstellen. Want dit heeft er dus mee te maken dat we meer belasting gaan betalen, dus eigenlijk minder rendementen overhouden waarbij je ons vermogen opbouwt. Want kijken we even naar de huidige situatie, dan zul je zien dus dat we 30% belasting betalen over 4,451% rendement, oftewel 1,33% over het totale bedrag, zeg maar, kun je zeggen. Terwijl dat in een nieuwe situatie dus 33% wordt tegen 5,33%, oftewel 1,75%. En dan zie je dus een stijging van 1,3% naar 1,75%. En zo komt er dus bijna 0,4% belasting bij.
En dit heeft dus waarschijnlijk tot gevolg dat we misschien niet meer uit moeten gaan van die 7% rendement per jaar, maar bijvoorbeeld 6,5% of misschien nog wel lager. Nou, dat is dus een beetje afwachten hoe het gaat met dit voorstel. En dat zal ik eerder in een volgende video gaan behandelen wanneer er meer nieuws hierover is. Maar zeker omdat ik vaak al zeg, als je kunt besparen op de kosten en dus je rendement kunt verhogen, dan heeft dat grote effecten, zeker op de lange termijn. Dus zeker wanneer je dus 0,4% minder rendement maakt in een jaar vanwege die extra belastingen, dan kan dat grote impact hebben over 10, 20, 30, 40 jaar. Wanneer je met pensioen gaat, dat je zomaar misschien 100.000 euro minder vermogen hebt opgebouwd. Dus dat is zeker wel een impact die het gaat hebben. Maar ja, zoals gezegd, op dit moment is het nog een voorstel. Misschien kun je het er mee eens zijn, kun je het er niet mee eens zijn. Als je het er bijvoorbeeld niet mee eens bent, kun je een brief schrijven naar je vertegenwoordiger, naar je volksvertegenwoordiger, dus iemand van de politieke partijen, en laat weten hoe je hierover denkt. Want het is nog een voorstel, dus je kunt er nog iets aan doen. Dus ben je erop tegen? Misschien ben je ervoor. Laat in ieder geval weten hoe je het vindt. Niet alleen in de reacties onder deze video, maar benader dus ook zeker mensen binnen politieke partijen, mensen in de Tweede Kamer die er ook echt iets over te zeggen hebben, of deze wet op deze manier doorgaat in de toekomst. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je het een leuke en interessante video hebt gevonden. En zeker ook een belangrijke video, want die gaat ook zeker, of je nou belegger bent of gewoon iemand die spaargeld heeft, gaat sowieso invloed hebben op je toekomst. Nou, vond je het dus een leuke video, geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder, geef een duimpje omlaag. Maar in ieder geval in de reacties weten wat je goed vond of minder goed vond. Dan kan ik dat meenemen naar de volgende video. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt weten, klik dan hieronder op abonneren. En dan mis je nooit meer een video, zeker wanneer je op het bel-icoontje klikt. Dan krijg je namelijk een melding als ik weer een nieuwe video upload. En zoals altijd, alle informatie en links over onderwerpen in deze video vind je onder deze video terug in de omschrijving. Dan vind je ook een link naar onze Discord-chat waar we met meer dan 400 mensen over dit soort onderwerpen praten. Dus als je vragen hebt of misschien opmerkingen hebt, kun je ook zeker daar terecht. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.